Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik mijn 10 favoriete kerstfilms op Netflix vertellen. En ja, iedereen kijkt natuurlijk weer kerstfilms, want kerst komt er weer aan. En ik kijk dus zelf ook weer lekker kerstfilms en ik kan sommige ook gewoon echt heel vaak opnieuw kijken. En als ik een film opnieuw kan kijken, betekent het wel dat ik ze heel erg leuk vind. Dus ik heb nu een beetje 10 favorieten, niet echt op volgorde gezet of zo, maar gewoon 10 leuke kerstfilms. Dus als je een beetje inspiratie zoekt welke kerstfilm je nou moet kijken, dit zijn leuke kerstfilms, dus laten we maar snel beginnen. Oké, de eerste vind ik zelf echt heel erg leuk en dat is The Princess Switch. Maar het gaat dus eigenlijk een beetje over een vrouw of een meisje die bakker is en ze gaat naar een soort van bakkerwedstrijd of zoiets. Ik geef trouwens geen spoilers, ik zeg alleen maar een beetje waar het over gaat. En bij die wedstrijd is dus ook een prinses aanwezig eigenlijk. En zij komen erachter dat ze echt letterlijk dubbelgangers zijn. Ze lijken echt heel erg op elkaar. En ja, ik vind het een hele leuke film, dus ik raad zeker aan om deze film te kijken. Ik vertel dus gewoon een beetje kort waar elke film over gaat. En verder geef ik geen spoilers of zo, want daar hou ik zelf ook niet van als mensen dat doen. Maar de volgende film is Merry Christmas. En ja, dit is wel een beetje zo'n cliché liefdesfilm of zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te kijken met kerst. En ja, het gaat natuurlijk gewoon weer over stelletjes tijdens kerst. De volgende film is Christmas with a View. Volgens mij staat deze nog niet heel lang op Netflix. Ik weet het eigenlijk niet. En deze film gaat over een meisje die dus ergens werkt. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat het is. Maar ze werkt ergens en dan komt er een man die van een bekende tv-show is. Eigenlijk bij hun werken, die wordt een soort van baas. En zij moeten dus gewoon samenwerken en dat soort dingen. En allemaal tijdens kerst. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan vertellen. De volgende film is Christmas Wedding Planner. Het gaat dus weer over een meisje die dus een Christmas Wedding Planner is eigenlijk. Nou ja, ze is een wedding planner. Maar ze gaat dus eigenlijk een bruiloft plannen tijdens kerst. En hierbij gebeuren natuurlijk weer allemaal dingen die ze een beetje moeten gaan oplossen of uit gaan vinden. Dus ja, het is wel heel erg leuk om te kijken omdat je een beetje het verhaal kan volgen. De volgende film is Let It Snow en deze staat echt net op Netflix. Het is dus een nieuwe Netflix original en deze is dus eigenlijk de nieuwste die ik in deze lijst heb staan. En dit keer gaat het niet echt over één stelletje of zo. Je hebt dus eigenlijk allemaal mensen en die volg je een beetje tijdens hun kerst eigenlijk. Dus dat vind ik wel leuk, want meestal gaat het echt over één stelletje of zo. Maar nu gaat het dus eigenlijk gewoon om meerdere mensen, dus dat vind ik wel leuk om te zien. En het gaat gewoon een beetje om vriendschappen en liefde, dat soort dingen. Mijn kat zit trouwens hier lekker op mijn bed. Maar de volgende film is A Christmas Prince. Dit is ook echt een van mijn favoriete films. Deze kan ik echt heel vaak opnieuw kijken. En hier is ook een deel 2 van. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Want als je dan de ene hebt gezien, kan je ook de volgende kijken. Maar het gaat dus over een journalist en die krijgt een opdracht waarvoor ze ergens heen moet. Waar dus die prins woont. En ja, dan gebeuren er weer allerlei dingen. Ze mag eerst niet in dat kasteel volgens mij, maar dan gaat ze er stiekem in. Maar dat is hoe deel 1 gaat. En zoals ik dus net al zei, is er ook een vervolg op The Christmas Prince. En dat is A Christmas Prince, The Royal Wedding. En ja, dit is dus de wedding van de prins, dus de bruiloft van de prins. En hier gaat hij dus trouwen. En het draait dus gewoon helemaal om die bruiloft van die prins en zijn vriendin, of de prinses, hoe je haar dan kan noemen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om deze twee na elkaar te kijken of zo, want ja, ze horen natuurlijk bij elkaar. Dus als je de eerste hebt gezien, moet je ook zeker de tweede kijken. De volgende film is de Holiday Calendar. En dit gaat over een vrouw die krijgt een soort van adventkalender. En dit is een beetje een magische adventkalender of zo. En die kan dus de toekomst voorspellen, dat denkt ze tenminste. Dus ja, ik vind het heel erg leuk om te zien, omdat je dan echt ziet of die kalender nou echt de toekomst voorspelt. En in die toekomst gebeuren gewoon allerlei dingen in haar leven eigenlijk. Dan, de volgende film is The Grinch. Echt, iedereen kent deze film denk ik wel. Als je hem niet kent, moet je hem echt sowieso kijken, want dit is echt gewoon de kerstfilm. Eigenlijk heet hij The Grinch Stole Christmas, maar ik noem hem gewoon The Grinch. En het gaat dus over The Grinch. Het is een soort van, ja, gewoon monster of zo. Ik weet eigenlijk niet hoe je het anders kan noemen. En hij woont in een dorp en hij haat dus kerst. Dus hij wil het eigenlijk gaan verpesten en zo. En al die dorpelingen die houden juist heel erg van kerst. Maar ja, ik vind het een hele grappige film om te kijken. Het hoort echt bij kerst. Als je hem nog nooit hebt gezien, moet je hem dus echt kijken. En dan de laatste film is 48 Christmas Wishes. Dit is wel een beetje een film die meer kinderen kijken, denk ik. Ik denk niet dat een volwassene deze film echt gaat kijken of zo. Maar ik vind kinderfilms soms ook wel gewoon leuk om te kijken. Maar het gaat een beetje om één familie. En alle brieven die kinderen hebben ingeleverd voor de kerstman met wat ze allemaal willen, dus hun wishlist, zijn verbrand. Dus daarvoor moeten twee elfen eigenlijk
gaan naar de normale wereld. Dus niet de Noordpool. En uiteindelijk moet ze natuurlijk kerst redden, want al die brieven zijn verbrand. En dat was de laatste film. Dus als je inspiratie zocht voor kerstfilms of niet wist welke je moest kijken, ik hoop dat je nu een kerstfilm hebt gevonden die je wel leuk lijkt. En als je deze video leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet had gedaan. En doei, tot de volgende keer. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways.